jaren geleden leefde er op de planeet Aarde dinosauriërs. Archeologen vinden regelmatig fossielen in de aardlaag die ons een uniek inzicht geven over deze dieren. Wetenschappers denken dat een enorme meteorietinslag het einde betekende van dit tijdperk. En nu zijn we aangekomen in deze periode. Kijk, rechts, de Brachiosaurus. Hier hoef je niet bang voor te zijn, hij is geen vleeseter. In de verte zie je de